FC Den Bosch, de nummer 15 van de ranglijst tegen de hekkensluiter Jong FC Utrecht, dat zo moeilijk tot scoren komt. Den Bosch met Konings in de punt van de aanval. En wordt hij daar vastgepakt? Door eersteling. Het lijkt er wel op. Kijk, twee handjes in de rug. En dus is het helemaal niet gek dat de Gier zegt, ik wil een strafschop. Alleen Puts bepaalt en die vindt het geen penalty. Rijks, Mees Rijks met de redding van Van der Steen. En het blijft het probleem van FC Utrecht. Het weet niet tot doelpunten te komen. Mees Rijks, dan valt die bal voor de voeten van Eersteling. En daar is de 1-0 voor Jong Utrecht. Giuliani Eersteling in zijn 10e optreden. Zijn eerste doelpunt voor FC Utrecht. Mees Rijks met het voorbereidende werk valt hij gelukkig voor de voeten van de vleugelverdediger van Jong FC Utrecht. En dan is het 1-0. Edhard, Linden Edhard, spelend vanaf de linkerkant. Rijks is voor de goal. Edhard probeert het zelf en onderweg wordt hij nogal aangeraakt. Maar Van der Steen zit erbij. Den Bosch dus zich voorbereidend op de wedstrijd van de komende week. De wedstrijd tegen het grote Ajax in het KNVB-bekertoernooi. En Utrecht dat wel wil met Sanchez Fernandez. De voorzet van Rocco Schijn. En Rijks zit net mis. Weer Utrecht dat de betere is in die eerste helft ten opzichte van Den Bosch. In ieder geval voor gevaar weet te zorgen. Balbezit weer voor de Utrechters. Het schot uit de tweede lijn is daar van Van Eldik. En weer moet Van der Steen in actie komen. En zo blijft Utrecht het gevaarlijkst. Maar Mengi, hoe groot wil je de kansen hebben? Hij heeft de hoek voor het uitkiezen, maar vergeet hem in een hoek te koppen en kopt hem over. Hoog over. Maar het is wonderbaarlijk hoe hij vrij kan staan. Christopher Mamengi. Sanchez Fernandez, de man in vorm op dit moment bij Jong FC Utrecht. Handig. Die is daar de Groot kwijt. Reinders. Voor de goal is Rijks. En daar is nog altijd Edhard. Linden Edhard, maar het schot is te slap. En de Gier die nog niet weet waar zijn toekomst ligt. Want men is het nog niet eens in de top bij FC Den Bosch. Goeie actie van Ahanag. Rakelings langs het doel van Ratsi. En daar Van der Heijden. Dat was bijna de gelijkmaker. Van der Heijden helemaal vrij bij de tweede paal. En zo is het Den Bosch dat in die tweede helft gevaarlijk wordt. Utrecht dan met Mamengi en Reinders. Reinders met de omschakeling. En Utrecht komt met veel mensen. Leliendal. Sanchez Fernandez is mee. Lidhart is mee. En daar is het. Sanchez Fernandez. In zijn 4e optreden achter elkaar is hij bepalend. 2 keer scoorde hij. 2 keer gaf hij een assist. En hier is het dus weer een doelpunt van Densili Sanchez Fernandez. Een omschakeling om door een ringetje te halen. Het overzicht van Leliendal en door de benen van Van der Steen geeft voor Utrecht de 0-2. Maar lang kan men er niet van genieten. Joey Konings is het. Achterwaarts gekopt. De voorzet is van Ahanag. Konings weer met Eersteling. Nu wint hij het duel. En dan is Den Bosch terug in de wedstrijd. En kan het weer alle kanten op. Rijks, goed weggedraaid. Rijks, maar in de handen van Van der Steen. Wel een goede actie ziet Darije Kalesic van de spits van Jong FC Utrecht. Sanchez Fernandez is daar de Groot kwijt, is Van der Steen kwijt. En dan doet hij dit uitstekend. Prachtige goal. Densili Sanchez Fernandez, zijn 2e. En de Gier is boos omdat hij vindt dat er een overtreding wordt gemaakt ten opzichte van Nick de Groot. Daar. Maar Puts vindt van niet. En Sanchez Fernandez maakt dit uitstekend af. En wordt het dan nog erger? Ja, voor Den Bosch. De invaller Oelers met de voorzet. Rijks kan bij de tweede paal heel gemakkelijk binnenkoppen. En ook hij maakt zijn doelpunt. En dan scoort FC Utrecht zomaar eens er 4 in een wedstrijd. Dat is heel lang niet gebeurd. En dan wint Jong FC Utrecht bij Den Bosch met 4-1.